Leroy, Aquasi en Hazy. Jongens, jullie staan op het Metro 54 festival vanavond. Hoe voelt dat? Hoe vinden jullie het? Ik heb er zin in. Ik vind het gewoon super tof om hier te staan. Ik vind het tof dat dit in Zuidoost wordt gedaan. Dit soort festivals mogen er vaak zijn, dit soort initiatieven. En het is tof dat er zo'n breed en uitgebreid internationaal, zoals nationaal, assortiment is. Dus je hebt expos, je hebt muzikanten. Art galleries, mode, alles hoort erbij. Interdisciplinair, intermediaal. Let's go! Right now, I want to talk about my ex. And I wrote this track in 2005, y'all. Ja, je komt binnen. Bam! Weet je, gewoon een... Een grote zaal. En zeker de producer, maar weet je, ziet dan zo'n zaal. En dat is eigenlijk waar je van droomt om hier te werken. En dan de volgende dag dan zie je gewoon iedereen zitten. En dan zie je 54 man. En dan begin je. En je telt af, dirigent. En gewoon. 1, 2. En dan hoor je die sound. Ik ga je eerlijk zeggen, ik moest bijna huilen. Ik moest bijna huilen. Gewoon zo mooi was het. Ik dacht, maar ja, nu is het gewoon ja, genieten eigenlijk. En zoveel mogelijk leren gewoon van de ervaring. Ik ben Clara Opoku, algemeen bekend als CIA. Ik ben 30 jaar. Ik zit al zo'n pakweg 14, 15 jaar misschien dat ik echt op podium ben gaan rappen. Nou, ik ben wel gewend veel zeg maar, instrumentalisten te zien. Maar het was wel even iets heel anders, omdat het ook op klassiek gebied is. Zeg maar, een totale andere genre dan dat ik gewend ben. Dus het was wel van, oké. Ik heet Fiona Velten, ik ben 23 jaar oud. Ik begon als producer en engineer en uiteindelijk geëindigd als vocalist. Dus een beetje een mannetje van alles. Mensen kennen me misschien onder Ferlin Williams of bandleider van Refreshed. Ze hebben de beats die wij hadden meegekregen, hebben ze gewoon weer live gespeeld. Alles akoestisch als het ware opgenomen. Dat moesten we dan weer thuis terug gaan luisteren. Kijken of alles goed klinkt of misschien iets uit moet vallen of wat dan ook. En dat nemen we dus mee naar vandaag. Vandaag de echte opnames. Zeg maar met het normale leven van mij en deze ervaring is je komt binnen, de mentaliteit is gewoon anders. Mensen zijn op tijd, hupsakee, het is gewoon beginnen, het is niet hoe gaat het, nee, hoi, zitten, 3, 2, 1, let's go. Weet je, tijd is gewoon kostbaar en ook zeker omdat je met zoveel mensen werkt, moet je gewoon constant gefocust blijven. Als er wordt opgenomen, muis stil, weet je, het liefst zeg je echt niks zodat de dirigent ook gewoon aangeeft van, hé, je mag wat zeggen. Dus dat is even wennen. Mensen steken gewoon echt netjes hun hand op, weet je wel, als ze iets willen zeggen. Ik heb vrij veel geleerd van een dirigent, om heel eerlijk te zijn. Er zijn kleine bewegingen die hij maakt, sowieso tempo aangeven, maar ook gewoon de emotie, de dynamiek, de cadensen, weet je, dat geeft hij gewoon aan, alleen met het lichaam. En ik begreep in het begin niet hoe iedereen on point kon zijn. En het is gewoon een bepaald punt en het, ja, je moet het gewoon zien. En iedereen weet, daar zit het. En bij iedere dirigent is het anders. Wat ik mee kan nemen van het Metropool Orkest is... ik heb geleerd naar verschillende tonen te luisteren. Klanken. Ik weet ze dan wel niet te benoemen. Maar dat pak ik nu als het ware op. En wat zij van ons of van mij zouden kunnen leren is... dat je veel verschillende vormen of manieren hebt van schrijven. Weet je, bedoel, wij schrijven niet met noten. En zij schrijven dus wel met noten. Dus ja... En soms is een bepaalde klank, hoe je erop zou rappen of hoe je erop zou zingen, is net anders dan dat je het slaat. In plaats van tik te slaan, bijvoorbeeld een ding, tik, weet je wel?
Dat zijn net de verschillende dingen. Ik denk dat zij dat ook wel hebben gemerkt. Kort samengevat zou ik zeggen, heel leerzaam. Heel leerzaam, van beide partijen. Hopelijk hebben hun ook wat geleerd. En wat ik denk dat ze hebben geleerd is namelijk dat er meer is dan wat er geschreven staat. Er zijn dingen die je moet voelen. En als je dat niet voelt, hoe goed je ook bent, je mag de beste technische speler zijn, maar je zal het nooit zo lekker en zo overtuigend kunnen spelen als iemand die het kent, die het gewoon in zijn hart heeft zitten. Ik zou de uitwisseling willen aanraden, sowieso, maar dan naar alle genres. Weet je wel, zowel klassiek als jazz, als hip-hop, als pop, rock, noem het maar op. Ik denk dat het heel mooi zou zijn. Want je merkt toch dat er iets gebeurt, als het ware. Als iemand ooit de kans krijgt om met zo'n groot orkest te spelen, doe het. Het kan me niet schelen wie je bent, wat je doet, welke stijl, doe het. Waarom? Muziek blijft muziek. Welk genre dan ook. En je leert sowieso veel. Het is gewoon piep, mooi. En ja, het is gewoon een mooie ervaring, weet je. En uiteindelijk, als je het mij vraagt, leven gaat alleen maar om ervaring en om kennis te delen. En om liefde te delen, en dat is muziek.
The rappers ain't going to no more. Yo, this is your party. We'll be right back.